Aloha Kreeft, hoe gaat het? Ik ga ervan uit dat je je goed voelt, hopelijk. Yes, kom je mij tegen, dan is deze reading voor jou. Check ook je maan en je ascendant, is heel belangrijk. Nou, op het moment dat ik dit opneem, is het volle maan in stier. Maar Uranus, die conjunct de maan. Dus dat geeft plotselinge gebeurtenissen. En misschien zit jij in je gevoelens en je denkt veel na over het verleden. Want dat krijg ik te zien. Het is zo dat ik deze week bedacht, wat voor thema ga ik het bespreken? En ja hoor, het is de geluksthema. Dus voor jou, Kreeft, de geluksthema is duidelijkheid en vertrouwen. Maar vooral zelfvertrouwen. Werk alsjeblieft eraan en dan wordt het heel duidelijk voor jou waar je naartoe wilt. Want daar ligt jouw geluk, duidelijkheid en vertrouwen. Schrijf het ook op, manifesteer het. Doe er wat mee met deze woorden, want woorden hebben ook kracht. Want bij de kreeften is het zo, dat ik kon invoelen, is dat jullie denken dat jullie misschien kansen hebben laten liggen in het verleden. Van, ach, ik had het toch zo moeten doen, wat dom voor. Ik had het, maar is niet waar. Alles is gegaan hoe het moest gaan. En nou mag je over nadenken over de keuzes die jij in het verleden hebt gemaakt. Zodat je nu in het heden de kansen kan pakken. Die liggen nog steeds hier in het verschiet. En als jij dan gaat geloven in jezelf, want dat is jezelf, dan gaat alle deuren, de bron, alles gaat voor je open. Want je verdient het. Geloof je daarin? Als je maar gelooft. Want dat is dat ding. Ga creëren waar je altijd van hebt gedroomd. Je hebt bepaalde kansen wel aangegrepen, maar sommige heb je laten liggen. En die moet je nu oppakken. Die mooie creaties die jij hebt. Want jullie zijn heel creatief. Jullie kunnen hele mooie dingen. Jullie zijn ook van de onvoorwaardelijke liefde. Dus pak die kans nu. Wees heel duidelijk en vertrouw erop wat je aan het doen bent. Want nu is het de tijd. Maar je mag ook wel over nadenken welke keuzes je gaat maken. Welke keuzes je in het verleden hebt gemaakt. Mag. Het is allemaal nu de tijd om te na te denken, reflecteren onder deze volle maan. Oké? Okay? Nou, like, abonneer, praat erover. En alvast bedankt voor het kijken, voor het vergeten om een promo te maken voor de video. En alvast bedankt. En hieronder staan gegevens. Alvast bedankt voor het kijken bedoel ik. En hieronder staan gegevens. Wil je een consult aanvragen, ben je altijd van harte welkom. En ik heb ook een webshop. Check. Vind ik leuk. Binnenkort nieuwe dingen. Want kerst komt eraan. Nou, we gaan even kijken. En ja, deze boodschap komt altijd op het juiste moment. Het is niet tijdgebonden. Moest ik ook even nog melden voor de kreeften. Goed, wat zegt de tarot aan jou? Je hebt drie kaarten. Er is een verhaal hier. Ja. De tarot. Ja, en de koning van water. Een persoonskaart. Iedereen heeft een persoonskaart. Geweldig. Er is een leraar hier op de... Voor ons allen. De Lenormand heeft over de toren. Dus daarom zeg ik, je moet nu even uitkomen. De onderste kaart is de ring. En dan gaan we kijken wat de liefdeskaarten willen we tellen. En dan gaan we even een mooie verhaal. Kijk, oh, je moet ook positief blijven. Net als de tweelingen zo net. Goed, de tarot. Oh, wat leuk, de maan. Nou, Kreeft, jou hoort er ook wel een beetje bij deze maan. Ik ga jou vragen om echt, vandaag, ik hoop dat je me ook op tijd tegenkomt. Kom je mij tegen over 3 weken of 3 jaar? Kun je nog steeds een ritueel uitvoeren met de volle maan of met de volle nieuwe maan? En soms hebben we ook nog eens de maan nodig. Het gaat om de intentie en doelgericht. Ga onder een maan dus vandaag of wanneer het voor jou voelt om een mooie ritueel te doen en te vragen om je te helpen, om meer duidelijkheid te krijgen, zodat je meer zelfvertrouwen hebt. Zodat je ook die kansen kan gaan pakken. Dus deze maan, staat er ook op, die gaat jou belangrijke geestelijke inzichten brengen. En wat zich daar achter de schermen afspeelt. En laat elke angst los die je tegenhoudt. Zelfvertrouwen. En 10 voor vuur. Veel verantwoordelijkheid. Je draagt veel. Je moet het gaan verdelen. Want dat zijn kreeften, hè? Mama's van de dierenriem. Jullie zorgen altijd voor iedereen eerst en dan pas voor jezelf. En misschien is het tijd om dat om te gaan draaien. Ja, je hebt te veel werk. Neem hulp aan van anderen. Soms is je leven uit balans. En zelfs je gezondheid.
leidt onder stress. Hè? Dan dat je heel moe bent. Betekent niet dat je per se ziek bent, hoop ik. Maar je kan heel vermoeid zijn. Dan kun je niet meer helder nadenken. En dan heb je ook geen duidelijkheid. Vandaar gaat deze geluksthema over. Want iedereen verdient geluk. Dus jij ook. En wat ook heel belangrijk is om te weten. Het moment dat je dat hebt geïntegreerd. Duidelijkheid en de vertrouwen. Zelfvertrouwen. Dan gaat het heel snel. Want hier is de staven 8. Ik hou van deze kaart. Ik vertel altijd aan vrienden, dus dan ga ik het maar aan jullie vertellen, want jullie weten, hè, jullie zijn de kreeften. Als kind heb ik altijd, keek ik vroeger naar een film, Lady of Water, heb ik 100 keer bekeken. Dat is echt een heel belangrijk film voor mij. Het is echt het is een B-film. Maakt allemaal niet uit, maar de boodschap was voor mij een van de allerhoogste boodschappen die ik ooit als kind heb meegekregen. Het gaat over een dame die uit het water komt en die gaat in een flat waar allemaal mensen wonen die weinig samenhorigheid hebben. Doordat zij eerst daar verschenen, moesten hun allemaal samenwerken. En de moment dat ze allemaal in één lijn met elkaar waren, kwam de adelaar, en dat is dan de geluk, en die kwam de Lady of the Water halen. Dus de moment dat alles bij jou, al je chakras in balans zijn, dat je alles wat niet dient, allemaal weggooit en dat je je rituelen uitvoert. Vooral water, water, water zou heel goed voor jou zijn. En je gaat cleansen, lekker een kruidenbadje, je huis goed gaat opruimen. Dat alles in één keer gaat gebeuren. Maar het kan ook zo zijn dat alles tegelijkertijd nu gebeurt. Het kan zowel deze kant of deze kant. Niks is fout of goed. Het is nu zo. Dat alles wat tegelijkertijd mag gebeuren, ik hoop de mooie. Of dat alles tegelijkertijd gaat komen, de mooie duidelijkheid en vertrouwen. Dat je dat allemaal misschien hebt gemanifesteerd. Zodat je eindelijk kan gaan opruimen. Want weet je wat mooi is? De liefdesorakel zegt, jij hebt de kracht. Ik geloof daarin. En de kreeften. Jullie hebben de kracht. De watertekens, vissen, kreeften. En schorpioenen, kom op, dat weten jullie. De mensen die mij kennen weten dat ik jaren roep. Van jullie zijn een van de krachtigste mensen op aarde. Geloof je in je eigen kracht. Water gaat door alles heen. Maar als je jezelf gaat afsluiten in een toren. En je talenten gaat verbergen. Dan is het ook niet duidelijk voor ons. Niet duidelijk voor de mensen om je heen. Dus kom naar buiten met je talent. En dat gaat jou veel meer duidelijkheid geven. Want je hebt zo'n mooie kracht om te creëren wat je wilt. En te manifesteren wat je wilt. Al denk je na over de keuzes van in het verleden. De toren is ontwikkeling en groei. Dus kom naar buiten. Nadat je zo lang binnen voor iedereen hebt gezorgd. Ga ik jullie vragen om dat ene droom die jij hebt waar te maken. Jullie zijn creatief. Jullie hebben allemaal iets in de laag. Wat jullie altijd hebben bedacht, dat kan ik aan de wereld geven. En dat zou de wereld veel mooier maken. Dat zou ook liefde aan de wereld geven. Dus ik ga je vragen, kom naar buiten daarmee. En ga helpen. Ja, want je bent gegroeid. Het staat hier ook zelfs bekendheid. Dus het kan, de moment dat jij je talent aan ons, of misschien doe je het al, het gaat je bekendheid geven, want de intentie is liefde, onvoorwaardelijk liefde. Ben je dat vergeten, dan plaats dat nu en dan ga je aan het werk met je droom. Maar wees eerst heel duidelijk, wat wil je? Maak het duidelijk voor jezelf, wat wil je? En ga met de volste vertrouwen, dan begin je eraan. Ja, wat heel belangrijk is, is dat je positief blijft. Want ik maak altijd grapjes met kreeften, jullie kortsluiting en die spanning wat jullie voelen in jullie lichaam. Het kan positief zijn als je het ombuigt en transmuteert naar iets heel moois. Want je hebt de kracht om iets heel moois op de wereld te zetten. Die ene creatie. Ja? Probeer. Want er is ook een patroon hier zo. Dus probeer die patronen te doorbreken door heel positief te blijven. Want er is ook een persoonskaart hier. Maar dat kan ook net zo goed jij zijn. En het staat letterlijk hier. Open je hart en je hoofd voor de mensen om je heen. Betrouwbaar en welgemeende advies, liefdadigs werk. Dus het kan dat je dit allemaal geeft, maar nu ga ik je vragen om dat om te draaien naar jezelf. Geef jezelf een welgemeende advies. Yes? Open je hart voor jezelf in je hoofd. Ask yourself, wat wil ik? Al ben ik een mama, een echtgenote, een vrouw, een zielsverwant, een vriend van iedereen op de wereld, maar wat wil ik? Om dat aan hun allemaal te geven, zodat ze onvoorwaardelijk liefde mogen voelen van mij.
Kom naar buiten, alsjeblieft. Want ik zie hier ook de ring. Staat er ook op relatie, huwelijk, contract, afspraak, cyclus, verbinding, partnerschap, contract, herhalende patroon en bindingsangst. Kijk nog een keertje heel goed naar de kaart. En ik zeg go. Ja, want de Lady of the Water zit op jou te wachten. Als alles duidelijk voor jou is, de enige wat je kan doen is vliegen. Maar vertrouw je erop. Want in de toren zitten of te lang nadenken over de keuzes die je vroeger anders had kunnen maken, brengt geen vooruitgang. Oké, het is gebeurd. Je hebt die keuze gemaakt. Het heeft je gebracht waar je nu bent. Maar weet je wat leuk is? Je kan opnieuw keuzes maken om te groeien. Want je hebt de kracht. En het gaat dan heel snel gaan. De moment dat je ervoor kiest. Maar wat heel belangrijk is, manifesteren we deze volle maan of alle volle manen of nieuwe manen die aankomen. En vraag om hulp. Oké? Je hebt altijd zo vaak mensen hulp geboden. Waarom zou jij dan geen hulp krijgen? Vraag het. Heb je nodig? Ik zeg het. Je hebt het nodig. Vraag om hulp. En heb je al je hulp gekregen en je bent nog niet begonnen? Begin. Elke dag komt de zon op zodat je een nieuw begin kan maken, kreeft. Dus doe je best en doet God de rest. Ik hoop dat ik heel duidelijk ben geweest en dat ik je vertrouwen mee heb gegeven. Keep on moving. Ik hou van jullie heel veel. Go for it. Kom naar buiten met het mooie, mooie creatie van jullie. Ik weet wel zeker dat jullie de wereld daarmee zullen verbeteren. Oké, kus. En tot over 2 weken weer.